Hallo, dat is nog een service. Ah nee, dat is een mooie motor wat de oude. Oké, OC-achtervolging. Gestolen voertuig. Gaan er gewoon op het bureau vandoor. Ze hebben zich al klem gezet. En wij zetten ze nog eens klemmer. OC energies erbij. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP de Valmoor. En vandaag ga ik pad met, even kijken, Dennis? Of ja, Dennis. Vier dagen terug of zo hebben jullie gekeken naar een video met Lorenzo, die met de getinte huidskleur. En ja, dat was een drukke dienst, dus we gaan er vandaag ook een leuke dienst van maken samen. Wat jullie wel al een beetje een titel hebben gezien als het goed is. Ik weet niet precies hoe ik de titel ga noemen, maar jullie mogen vanaf nu weer vragen stellen voor een Q&A. Stel ze dus in de reacties. Ik ga of alles beantwoorden of de meeste beantwoorden. De leukste dan ga ik beantwoorden. En ja, dat is dat komt dan in een video over een weekje of twee, drie. Ik moet even kijken hoe lang dat gaat duren, hoe lang ik jullie laat reageren, et cetera. Vragen als wat is mijn naam, hoe zie je eruit, waar woon je, voor de rest, wat voor een, vraag me alles, behalve mijn naam en mijn, hoe ik uitzie, waarom ik geen webcam doe, dat soort dingen. Ga dat allemaal niet vragen, want ik ga ze meteen verwijderen. Misschien komen ze zelfs nog wel niet erdoor, omdat ik sommige woorden gewoon heb geblokkeerd. Omdat het zo ver vaak werd gevraagd en ik heb het zo vaak uitgelegd, dus ja, dat. Voor de rest, vandaag met z'n tweeën dus, in de Vito. Ik moet even iets instellen, ben ik vergeten, want als je nu ziet dan stapt hij in, maar dan stapt hij ook meteen weer uit. Moeten we die, en dan zo. Oké, we gaan even voertuigcontrole doen. Stop. Stop. Oké, die zit niet helemaal lekker, maar goed. Stop, het zal wel duidelijk zijn. Is hij niet anders? Natuurlijk zal het nu niet anders zijn. Hoppa. Hoppa, zo. En wat hadden we nog? We hadden ook nog volgen. Zo. En de sirene deed het ook. Goed, laten we pad gaan. De meldingen staan aan. Wij zijn klaar voor vertrek. Als het 12.01 vandaag. Voor de rest geen bijzonderheden. Ja, waarom de B-klasse nog niet gebruikt? Omdat ik vind dat er geen mooie B-klasse is gereleased. Als je kijkt naar het ministerie van Mods, die gaan niks meer releasen, helaas. Pindakaas. En voor de rest zijn er wel wat B-klasses gemaakt, maar allemaal met de standaard lichtbalk die de Touran en zo had. Dus ja, die wil ik eigenlijk niet gebruiken. Dat is om... Oh. Soms heb je van die momenten dat je game alleen maar crasht en dan denk je van ja, waar ligt het nou aan? Dan ga je denken van wat heb ik gisteren in mijn game gezet, wat heb ik eergisteren in mijn game gezet dat het zou kunnen zijn. Maar dan kom je eigenlijk nergens achter en dan ga ik me afvragen van kan het dan ook zijn dat het gewoon die Vito is? En dan ligt het niet aan de maker van de Vito, want het gaat altijd goed bij de meeste mensen en ook bij mij. Maar soms denk ik dan is het gewoon een combinatie van het gebied waar je rijdt. En de auto waarin je rijdt, misschien wel met de bodycard samen. Dus ik heb even een andere auto gepakt en ik rij even in een ander gebied. Dat betekent dat we gaan zien of we nu wel door kunnen blijven gaan. En dan nogmaals, als ik nu door kan blijven gaan, zeg ik niet tot die Vito onwijs kut is en tot ik niet met de Vito, tot niemand met de Vito moet gaan rijden. Maar bij mij wilt het dan gewoon vandaag even niet. Ja, dat kan. Ik voor de rest zou ik even niet weten wat anders. We hebben dus Touran 2016 gepakt. En nog steeds zijn we met z'n tweetjes gewoon. Ja. En we gaan het zien wat ons de rest van de dienst nog gaat brengen. We stonden wel gewoon nog ingemeld. Jazeker. Au. Iemand zou... Zijn we al kwijt? Ja, we zijn al kwijt. Meldingloos blijven. Of moet je me aannemen?
Nou ja, er zou iemand onder invloed rijden van alcohol, echter is die al uit ons zicht verdwenen. Ik weet niet waarom we dan niet meer mogen gaan zoeken van het wc, maar ja, we zijn weer vrij, als het goed is. Taco truck controleren waarom die Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 4, 3, Alpha, Juliet. Oh, die staat, zo, die staat niet geregistreerd. Ah, je stopje voorgeven. Heeft me gezien. Kies echter om gewoon lekker rechtdoor te rijden totdat hij niet meer kan. En hij staat stil. Mooi. Hallo, ik moet hier even zijn. Als hij nu achteruit rijdt, dan gaat iets kapot. En dat is onze Touran. Maar ook zijn banden, want daar ga ik schieten. Hallo. Oh, hij was ook op zijn telefoon, maar dat heb ik niet gezien. Dus dat kan ik nu zien. Je kunt hem vragen waarom was je op je telefoon. Maar aangezien ik dat niet heb gezien, kan ik hem daar geen bekeuring van geven natuurlijk. Ik wil wel even een rijbewijs zien, meneer. Oké, ik ben de eigenaar van het voertuig. Ik dacht het wel. Ik krijg in ieder geval expired. Wat was het nou alweer? Registratie. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 4, 3, Alpha, Juliet, India, 2, 1, 2. A traffic violation. Proceed with caution. Puntenschil geloof ik. License, invalid registration. Oké, dus die wordt in beslag genomen. Meneer, je mag uitstappen. Je mag niet meer verder rijden. Het voertuig gaat met ons mee. En dan krijg je bekeuring. We schrijven hem uit en als het goed is komt er vanzelf een takelwaggel die hem meeneemt. Je moet dus verder lopen. Ondanks alles toch een fijne dag. Zie. Verstond er niks van, maar goed. Hij staat hier in principe goed om zo meteen afgesleept te gaan worden. Dus wij rijden weer met het verkeer mee. Daar is de takel, een wagen al. Zo. Any available unit in a Vespucci area. Citizens report narcotics activity in Del Perro. 1 Lincoln 18. Respond code 3. Eerste melding voor vandaag meteen een prioriteit 1. Dat betekent niet dat ik de zwaarlicht en sirenes ga opgooien. Er zou een gevalletje mogelijk drugslab gespot zijn. Dus een, iemand heeft mogelijk een drugslab gespot. Ja, die gaan we nu even bekijken en beoordelen of dat ook zo is. Dus dat is een hele rare locatie. Wat gaan hun dan nou met dat mes? Of C1'tjes erbij. Er is wat loos. We have a code 99 in Del Perro. Hey, doe eens even. Waarom kan ik mijn vuurwapen niet pakken normaal doen? Liggen. Liggen. Collega, de... Hoe heet het, gaat er vandoor. Ben aangehouden. Verboden wapenbezit. Collega, neem even die, ja, ik ga achter die dat ding aan dan. Ga ik met spoedtransportje hier naartoe, dan kunnen wij nog achter die ene aan. Is namelijk in de buurt. Dan ga ik hier een ammetje te plaatsen. 12:05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Oké,
Transport is er. Sorry, collega. Ja, ga erachteraan dan. Ja, rijd niet over mijn collega, dat is nou. Neem die vrouw nou mee. Ambu is aanrijdend. Ja, dat is mooi. Dat vroeg ik ook, zeg maar. Ja, stap in. Hallo, dat is nog een service. Ah, ze komt bekneld te zitten en ze gaat dood als ik zo door blijf rijden. Moet ik even opletten. Staan blijven. Even normaal doen, hè, Pipo. Hier komen. OC, ik kan niet meer rennen. Achtervolging te voet. Hier komen. Ik ben aangehouden voor negeren stopteken en uitzoeken waarom je die in de bus hebt gedumpt en wegrent. Dat begrepen? Goed zo. Graag wederom een transportje. Ja, waarom transporteer ik dan niet? Ik kan het doen, maar ik moet even die die truck ook veilig gaan stellen. Ik weet namelijk niet wat die is. Die heeft ze hier denk ik gedropt. Deze melding is ten einde. Goed werk. Dan ben ik er gewoon langs gereden. Ah, daar staat die klem. Daar staan de collega's met de Audi al klaar. Transport dingen vinden ons wel. De Audi had zich hier klem gereden en is nog steeds bezig om zichzelf te bevrijden. Echter ja, niet op deze manier natuurlijk, dat gaat niet werken. Daar is transportje ook. Graag een takelwagen hier naartoe. Hey vriend, voordat jij ontploft, want ik hoor iets sissen. Ja, er komt zwarte rooi. Ik ben er weg hoor. Doei, collega, where you at? Ah nee, dat is een mooie motor wat de oude. Doei, hallo kathond, wat dat ook was. Wij zijn maar vrij of zee. En zo meteen ontploft er een Audi, dan weet je dat. Oh, sorry. Oké, okay, OC, achtervolging. Gestolen voertuig. Of ja, we gaan eerst een stopteken proberen te geven. Is wel al op ons ingereden. Gaat er vandoor. Band echter kapot. Staan blijven. Geen rare bewegingen maken, je bent aangehouden voor diefstal van een voertuig. De collega gaat hem aanhouden, dus dan kan ik hem wederom niet met ons meenemen. Sorry daarvoor. Vergeef mij. Maar hij gaat nu standaard of automatisch een transportje hier naartoe laten, laten komen. Ik heb het gevoel dat mijn lichtbalk kapot is. Dat kan aan mij liggen. Nee, je gaat niet en je gaat niet. Zo. Verdachte gaat mee met de collega's. We rijden nog even achteraan zodat lichtbalk was niet kapot. Ik heb meteen een nieuwe melding zo te horen. Nee. Het gaat naar asociaal inhalen motor. Ja, die snapt het ook niet helemaal. Stop je voor. En volgen achter staat ook standaard aan, maar ik hoop dat mijn collega's begrijpen dat dat dus niet voor hun geld hoor.
vind ik goed zo. Hallo. Hey. Kun je rijden en rijden? We zien algemene controle. Ik vond een beetje raar wat je daar achter met die vrachtwagen deed, de takelwagen. Het is niet echt de plek om in te halen natuurlijk. Kan niks vragen. Goed. Kies een verstandigere plek uit om in te halen. Niet zo in de heel dicht bij de vrachtwagen. Nog op dezelfde helft en zo. Dat is een beetje gevaarlijk. Dus niet meer doen. Jij gaat ook niet zo achterin bij mij zitten. Dat kun je toch niet maken. Dat kun je wel maken, maar dat is... Nee, dat kun je niet maken. Moet je gewoon altijd even in en uitstappen of uit en instappen. Dan want je kunt ze vaak rijden, zeg maar, als je wil. Dus stel hij wil nu achter mij instappen in die deur daar achterin. Ja, dan kun je zo vaak wegrijden en omdraaien zodat de deur hier rechts voor waar die nu zit helemaal mooi voor hem staat, maar hij zal altijd daar instappen. Dus als je uitstapt en dan weer instapt, dan kies je zich een nieuwe deur om in te stappen. Dus dan weten jullie dat, als jullie ook hebben van die collega stapt zomaar of de collega stapt continu achter achterin. Ik bemoei niet. Het enige wat daar gebeurt is ze stappen uit en ze schieten hem helemaal neer. Oh, sorry collega's, die zullen ook wel meegaan naar de melding. Auto voor mij, oftewel de adder. Oeh, dat is een snelle. Oh, dat is een heel snelle. Die wordt gezocht, eigenaar, voor drugs. Dus internationaal drugs circuit zitten hun in. Drugsrunners internationaal. Please gaat niet vandoor, please gaat niet vandoor. Zo kun je echt niet zijn als je er nu vandoor gaat met die auto. Hij gaat er niet vandoor. Volgen achter staat aan. We hebben groen, dat betekent dat we nu even meteen naar het bureau hier rijden. Want als het ze echt zijn, dan kunnen ze meteen insluiten hier. Ik rij even met ze naar beneden. En hoe doe ik dat? Door gewoon weg van ze te rijden en dan volgen ze automatisch weer. Oh ja, daar volgden ze. Ja, ze hebben flink een auto gestolen op de weg hier naartoe. Piep, 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 piep. Zo, stop je. Oké. Tweede. Oh god, collega's doe iets, collega's doe iets, collega's doe iets. Gaan er gewoon op het bureau vandoor. Ze hebben zich al klem gezet. En wij zetten ze nog eens klemmer. OC energies erbij. Uitstappen dames. Oh, eentje gaat er vandoor. Oh, die gaat er... Goed vandoor, dat is de eigenaar, die wil ik pakken, die wil ik pakken. Collega, hou de collega aan. Of hou de veiligheidsraad aan. Staan blijven. Hij zegt gewoon te voet, twee verdachten. We zijn beide achter de bestuurster aangerend. Staan blijven. Op je hakken. Ik dacht al, die ga ik toch wel pakken. Meewerken, potnon de jus. Helemaal klaar met jou. Wat zeg nou? Goed zo. Meekomen en snel een beetje. De achtere andere verdachte rent inmiddels op straat. Ik weet of volgt zij wel, als hij loopt gewoon stom. Maar mijn collega's hebben waarschijnlijk de andere verdachte al aangehouden, of waarschijnlijk, weet ik wel zeker. Als zij tweemaal aanhouding, echter ben ik mijn verdachte kwijt. Shit. Oké. We gaan eerst die vrouw hier naartoe laten komen. Want net kon ze heel goed rennen en nu... Ik ben er kwijt. Oh, hier. En nu wil ze niet meer rennen. Hier komen jij. Jij gaat met mij mee rennen. Oké.
toek. Achterin. Hopsakee. En zitten. Ze fouilleren er wel hier op bureau. Ziet eruit als een nette dame. Ja, en nu is het zoeken naar bewijs. Want hebben wij drugs spullen gevonden? Collected drugs. Collega, sorry, ik ga weer terug. Oh, zeg, ik moet jullie haast teleurstellen. Ik heb niks gevonden. Au. Ik moet de nul inhouden en dan gaan we nu naar de rechtbank. Nou, beide dames zullen dus voor resisting arrest, verzet bij arrestatie. En gevaarlijk rijgedrag, ja. Zie je, gevaarlijk rijgedrag en dat zal een jaar of vier zijn. 1 jaar, jammer. En de bijrijdster zal alleen verzet bij arrestatie. Misschien dat zijn, ja, die zal 6 maanden of zo. Oh. Nou, mensen, jullie weten het dus nu, als je toch gearresteerd gaat worden, verzet je dan en ga dan ook nog als een gek rijden. Want ja, je gaat toch niet, je gaat toch voor even lang de bak in. Nu ben ik echter wel mijn collega kwijt. Want die zit dus nog in bij de rechtszaak. Dat is heel raar. Ik ga wel even deze auto hier zo parkeren. Dan kunnen de collega's van de FO, forensische opsporing, of wie dat ook doet, daar ben ik dus echt slecht in, al die dingen. Kunnen die auto nog even gaan doorzoeken, want daar zullen vast wel drugs in hebben gelegen. Maar ik dacht, ik ga niet de hele auto onderzoeken. En nu kan ik mijn vrouwtje hier droppen. Ik geef er over aan een collega. En ik ga nog even door, nog heel even maar. Want we hebben het echt rustig gehad deze dienst. Maar dat betekent niet dat ik hem niet kan uploaden. En dat betekent niet dat ik nog uren door kan gaan. Soms heb je een rustige dienst. En dan moet je er toch een leuke video van zien te maken. Maar ik ben nu misschien al een half uur of 40 minuten aan het opnemen. En dan moet ik nog allemaal gaan verkleinen, editen, dat soort dingen. Dus we drukken nu toch maar een keer op de X. Nee. Dat gaan we dus ook niet meer doen. Ik wou naar rechts, dus dan mag ik gewoon doorrijden. En nu ga ik het toch al zeggen. En ik klop het wel even meteen af zo meteen. Ik merk toch dat het nu met de Touran gewoon goed gaat. Ik ben onder tijdens deze video maken met de Touran dan. Hè, ben één keer gecrashed. En dat kwam omdat er een melding binnenkwam die blijkbaar mijn game niet leuk vond. Want toen crashte alleen LSPD voor en niet mijn hele game. Dus ik klop het even af dat het wel goed gaat met de Touran. Maar dus ja, dat is apart hè. Hoe dan één voertuig gewoon je hele game memory kan, ja. Ja, jullie weten welk woord ik wel zal verkloten maar zeggen. Dat is nog enigszins netter. Ja, heel raar, want ik kreeg continu game memory error bij de, tijdens het opnemen met de Vito. Terwijl de andere keer het goed gaat. Dus het is, GTA kan soms echt raar zijn. Dan gaan we nu naar de laatste melding voor vandaag. Ja, sorry, prio 2 is zonder blauw, maar ik dacht even snel doorrijden. Een verdacht voertuig, gevaarlijk rijgedrag. Ja. Die daar. Rijdt wel lekker langzaam, hè? Het zal ook wel het verdachte zijn. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 0, 6, golf, kilo, papa, 6, 3, misschien rijdt hij zo langzaam. Omdat hij niet verzekerd is. En nergens tegenaan durft te rijden en zo. Ik ga me ook even afvragen waarom, of hij wel een rijbewijs heeft. Aangezien hij echt gewoon... zo langzaam rijdt en niet echt snapt dat je daar gewoon makkelijk omheen kon gaan. Ga even naar die zien, oftewel een rijbewijs. J. Mason 1984, dankjewel. License is veel, oké, dat is allemaal goed. Waarom reed hij zo extreem langzaam? Kan hij me ook niet vertellen. Goed, extreem langzaam rijden, dat is
op zich in dit geval was het niet echt gevaarlijk voor overig verkeer. Je stond daar wel op een rot plek waardoor zich een file achter jou vormde. Echter had niemand er echt hinder van. Kijk, die auto, die witte auto daar, die kan toch niet rechtdoor. Dus je kunt niet daar de weg verspreiden. Ja, tuurlijk hebben mensen er wel hinder van, maar niet zo. Ga je een waarschuwing geven tenzij je het nu weer gewoon doet. Rij verder. Oh shit, wacht. Blijf hier. Stoppen. Oh, stoppen. Jij bent niet verzekerd. Ben ik helemaal vergeten. En rijdt hij nog een paaltje omheen. Hij rijdt in ieder geval wel door. Die dacht even daarmee weg te komen. Ja, ja, ja. Oh, die is perfect geparkeerd. Daar krijg je geen bekeuring voor. Maar... Hoi, daar ben ik weer. Sorry, ik ben het helemaal vergeten. Jouw voertuig is niet verzekerd. Daar krijg je wel een bekeuring voor. Nee, doe ik het weer. Godverdomme. Stop. Ik heb zijn kenteken. Ik vind het goed. Ik ga het op zijn naam schrijven. Mensen, ik ga iedereen bedanken voor het kijken. Rustigere video. Of ja, rustigere dienst. En ik zie jullie graag weer over 2 dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Tot dan. En doe zeker een blauwe duimpje omhoog. Doei.